Hallo kijkers van DJ Ali, welkom terug bij Lol in Disneycraft. We gaan gewoon weer starten met het kanaal. De heropbouw komt eraan en we starten uiteraard de week altijd op maandag met Lol in Disneycraft. Dit is aflevering 35. Ik weet dat het heel lang geleden is dat dat de opnames en kijk eens wie hier staat. Marijn en Mickey SJ Knoek. Die is een beetje droevig, ik weet ook waarom. En ja, het is eigenlijk zijn fout. Hij heeft gegriept op survival en hij is geband op de creative en op de survival. Marijn lachen door de opnames. Oh, even jij schrijven opnames. Oh, even lachen fout schrijven. Oh, jongens toch. Jongens toch. Goed. Wie is dat? Dat is een bezoeker. Het is dus heel lang geleden dat Disneycraft opnames heb gehad. En u weet uiteraard dat mijn laptop wat sloom is. Dat ik heel weinig FPS heb. Ik wil ook heel graag een nieuwe zien hier. De wereld laat niet door. En dat is heel erg stom. Want zo kan jij het niet fatsoenlijk opnemen, maar render is in staan op het laagste. Ik moet even kijken, misschien even die adem, chunks aanladen. Zo. Dat doet ook weinig, het is erg. Ik moet heel even kijken om een, ja, ik zal ze maar op 5 plus zetten dan. Dat kan misschien nog, ja, kijk, dat is wel beter. Oh. Ja, wat wij in de volgende komende afleveringen gaan doen. Is de server een beetje verkennen, want 6 juli is de laatste aflevering online geweest en sinds die tijd is er veel veranderd. Er zijn 32.000 unieke spelers, ik heb bijna 18.000 coins, dat had ik nog niet. Ik heb veel coins, ja, heel veel. Ik heb ook op R-Check sta ik ondertussen op 7 dagen 9 uur 15 minuten. Dus bijna level 10 normaal gezien, maar mijn VIP loopt toch niet af. 24 september ben ik een jaar VIP, dat gaan we dan ja, wel vieren. Goed, update nummer 1 wat we zien, dat zijn de portals van de creative en de server zijn een klein beetje aangepast. Dat is een kleine update. We gaan dus in de komende aflevering alle updates van de server bekijken. Update 2 is misschien mijn skin, ik weet niet of ik deze skin al had. De laatste aflevering denk ik niet. Nu heb ik deze, dus een tijgertje met Disney Overdracht erop. Update 3 dan is dit. Jullie weten dat hier vroeger de admins met zijn biertje stonden. Vincent, Leroy, Gio en Howie. Dat is veranderd, nu staat Walt Disney hier en... Dat zijn ook Disneycraft in het park. De ingang is ook veranderd hier, de ticketverkoop en de scanners. Er is ook iets nieuws. Normaal lag hier een plate. Maar als je nu gewoon hier langs loopt, krijg je melding. Uw ticket is met succes gescand. Goed, dan hebben we hier de Disneycraft gastenservice. En dan moet ik even terugkomen, want er zijn twee nieuwe crewleden. Zoals jullie zien, dat is het Lesse 98 aka Hazel. Die is gastenservice. Nu vraag je jullie af, wat is gastenservice in godsnaam? Nou, dat zal ik even uitleggen. Er is dus een nieuwe rang. Vroeger had je twee dingen. Had je helpdesk en moderatie. Nu is het allemaal samen. Die zijn dus nu met 4. Dat zijn Tim, Hazel, Mick en Bram. Dat zijn dus de mensen van helpdesk en moderatie samen. Dit is nu gastservice. Ik zie hier trouwens de map van... het hotel en een stukje van het eventplein staat erop. Ja, oké. Dan de paden hebben een beetje update gekregen, want hier is nu een randje aan toegekomen met donkere klei. Dat is ook een update. Dat portaal heeft wat meer details gekregen, zien we. De status heeft ook wat details bijgekregen, die trapdoors en bovenop zijn hoppers, heb ik laatst gezien. Ik werd me eigenlijk gezegd dat het alles zo traag laat, jongens. Ik zoek zo snel mogelijk een oplossing voor een nieuwe computer, maar het zit er nog voorlopig niet in. Het budget is op wat ik heb. Ik heb eigenlijk niet echt veel meer over. Het hotel heeft een heel flinke update gehad. Allemaal nieuwe details en veel zoals jullie hier zien met dingen. De Leroy allemaal gedaan. Allemaal updates en dat is allemaal dus vernieuwd. We hebben dan nog een nieuw crewlid en dat is Rick. Normaal gezien zou Rick ook... Rick en Hazel waren de stagiairs voor de manager moderatie. Maar Rick is aangenomen als manager bouwen. Of als thematisatie of
bouwen, weet ik niet meer. Hij heeft in de periode die stage liep heel wat gedaan aan de server. Ik loop nu naar het grootste wat hij gemaakt heeft. Is er eentje denk ik, ja, met een beetje van Irma, het magische huis. Jongens, dit is niet te geloven. Dit heeft Rick, het nieuwste crewlid, het laat in, heeft dit helemaal gebouwd. Hij heeft het met de grond gelijk gemaakt. En dan heeft hij hier met Irma dit opnieuw gebouwd. Het magische huis heeft een herbied gekregen. En dan allemaal in de week dat Vincent op vakantie was. Je ziet dat als ik binnen kon kijken tot het zo traag laden. Het eventplein. Er zitten varkens of schaap. Wat lol. Dat heeft niet echt meer updates gehad. Behalve dat ze nu met nieuwe dingen werken. Ze werken nu met van die pixel dingetjes. En ja, dat neemt wel heel veel dingen in. En dat kan lag veroorzaken. Maar ze verspreiden het zo goed als kan. Het magische huis is dus helemaal nieuw gebouwd door Rick en Irma. Dat is heel erg mooi. We gaan dan verder. Nu we hier toch zijn, naar de Robin Hood, want dames en heren, dat station is aangepast en verbouwd door Leroy en Hazel heeft dat gebouwd. Hazel heeft het hier gemaakt, met Leroy heeft er nogal wat aan meegeholpen. En dan zijn we hier achter ons bij het luchttheatertje, dat heeft Rick aangepast. Je ziet hier Rapunzel, dat is dus de toren van Rapunzel. Cars die er staat, staan een huisje en de torens hebben een update gekregen. Ik krijg er 5 coins erbij. We gaan bijna naar de 18.000 Disney coins die ik allemaal zelf heb verzameld. De Robin Hood heeft ook updates gekregen aan de baan. Aangezien er lag was, hebben zij fences vervangen door houtblokken. Heeft Vincent gedaan. De Wonderworld is open terug. Die gaan we nog een keer doen in een aflevering, niet nu. Nu gaan wij de updates van het hele park bekijken. Maar Disneycraft is dus ook 2 jaar. Ze hebben een speciale 2-jaars-attractie gehad. Die is nu wel ook verwijderd in het park. Aan het kasteel is niks veranderd, denk ik. Nee, dat denk ik niet. De VIP-spouw in het plein is, ja, het plein heeft wat meer groen gekregen. Er zijn natuurlijk attracties weg en attracties bijgekomen. Attracties zijn nu in onderhoud, zoals de Kabouter is een onderhoud. Is als Marvel is een onderhoud. Dit is ook een nieuw ding. Dit was vroeger een oude, ja, dit is nu altijd dezelfde draaimolen. Maar dit heeft gewoon een dikke update gekregen door Rick. Je ziet hier staat in het midden een orgel, denk ik dat het moet zijn. En ja, dat is echt super. De cast heeft niet dat ik weet updates gekregen. De Donalbaan heeft al sinds een lange tijd een nieuwe baan. Die ik zelf met mijn eigen plot moet aanpassen. Dat moet ik nog zelf aanpassen. Wat er is. Oh ja, de Ariel. Maar die is nog altijd niet af. De Ariel is nog niet open. Nee. Dat is nog allemaal niet af. Die zien er, dat zijn dus ook van dingen, dus aanmelden bij de uitvoerder van die dingen, ja. Dat doen ze dus met die bordjes allemaal. Ja, hier staat er opnieuw, staat ook soms bordje met betreden op eigen risico. Het Wild Westen heeft niet echt updates gehad, denk ik. Het Schrots is natuurlijk, als we even kijken, we waren op Wreck-It, daarachter is het. Nu we toch bij de Wreck-It Ralph zijn, wil ik jullie nog wat laten zien, dames en heren. Voor wie het nog niet weet, ik heb een record bevestigd. Samen met 5 en met 4 andere personen. En dat is met Stitch for Life, Selina NL, ik sta erop. Elvisje Britt en ik, Nienke. We hebben 3 uur 15 minuten non-stop in de record wall gezeten. Ja, dat hebben wij gedaan. Gekke werk zou jullie denken, maar goed. We gaan even naar het kaboutergedeelte kijken. We gaan even snel de rails snel overheen vliegen. Uiteraard, ja, dit mag gewoon opgenomen worden, aangezien Vincent dit ook wel heeft opgenomen. Het kaboutergedeelte wordt dus helemaal nieuw gebouwd. En eigenlijk is het ook een klein beetje, als er bezoekers zijn die naar mijn kanaal kijken, dan zien die toch wel een klein beetje het eruit ziet. En meer ga ik niet laten zien, want de baan is er ook al, de hele baan is er. En er is een heel nieuw deel, Sprookjesbos, toegevoegd achteraan het achter de kabouterrit. Wat is er nog nieuw? Hij zei knoep, wat nieuw, wie is het nieuw? Oh, zangknoep. Oh. 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 Oké. Hij zegt zo. Ja, er is gisteren iemand heeft een survivor gegriefd. En die heeft daar een ban voor gekregen op beide servers. En een mute hier op denk ik op Disneycraft. Hij zegt zo'n 10 pieken ban omdat hij niet wou blijven staan. Of ja, hij bleef niet in het kanaal. Vincent zei. Als jij nu nog één keer, als je nu weggaat, dan word je geband voor 3 jaar, maar het is dan op een maand uitgekomen.
Dus hij kan pas op 5 oktober kan hij pas terug in Teamspeak komen. En op de beide andere soort creatieven zal hij zich permanent gewoon. Helaas. Ja, van de rest updates weet ik niet. Ja, tuurlijk. Wat lames. De nieuwe attractie. Dit is echt een nieuw ding. Een nieuwe achtbaan. De Plains achtbaan. Een heel erg mooie familiecoaster. Gaat niet over de kop. De kaartjes buggen zie ik. Ja. Hier stond de tweejaars attractie. Die hebben ze wel weggehaald. Hier staat wel nog een iets speciaals in. Dus het reëren van de tweejaars bestaat van Disneycraft. Staan hier Mickey, Minnie, Daisy en Donald. Hier staat een paarse muur. Dit wordt waarschijnlijk iets nieuw gebied. Maar dat is hem niet voor nu. Want nu hebben ze werk genoeg bij de Small World. It's a Small World wordt gerenoveerd. Wat wou ik dat in? Ja, de attractie wordt met de grond gelijk gemaakt. En er wordt iets compleet nieuw gebouwd. Want dat was eigenlijk een oude attractie. Die had echt wel een update nodig. En dus heeft de crew beslist. We gaan hem met de grond gelijk maken. Wat nog eraan komt. Als ik even kijk bij World Hub. Is Ariel komt er nog aan. Magica, de grotten van Magica, of ik weet niet hoe precies het heet. Even kijken. Is het dus een onderhoud? De Telehut is ook een onderhoud, klopt. En het huis van Magica is ook een onderhoud. Of ja, dit is nog een aanbouw, dat is een nieuwe attractie ook. En er staat hier nog de Kabouto-rit in het onderhoud. Ja, dat zijn dus een aantal attracties in het onderhoud. Het Sprookjesbos heeft een heel grote update gekregen. Er zijn een aantal nieuwe sprookjes bijgekomen. Bijvoorbeeld in Dalmatius, daar is nu Cruella de Vil bijgekomen, die Frik gemaakt. Ja, dat is mooi allemaal. Ik zie daar de komen nog zo'n patentjes. Door de lage, ja. Eens kijken. Dat vergeet ik. Er is nog meer onderhoud. De Aladdin is verplaatst. Die staat nu in Sprookjesbos. En dat wordt een nieuwe loopattractie. Of het kaartje, ik weet niet meer precies. Oh nee, wacht. De Aladdin die staat in het Arabische gedeelte. Daar komt een nieuwe attractie, dat wordt in mijn kaart. De Clownaval wordt ook gerenoveerd, dat wordt ook een nieuwe terug met karretjes. En ja. Er komen ook nieuwe dingetjes. Als ik nu even kijk, de Garden zie je nu staan. Voor de VIP's komen er extraatjes. Maar in dit geval is het denk ik nog niet af hier. Ik ga even kijken voor alle zekerheid. Technische ruimte, Garlands, nee, hij is nog niet af. Ik kan er nog niet in. Maar er komen dus technische ruimte. Er komen even extraatjes voor VIP's. Dat is het. Als VIP krijg je dus allemaal extraatjes. Je kan achter schermen gaan kijken. En ja, dat en dat en dat meer. Goed. Ik denk dat we nu ongeveer de meeste gehad hebben qua updates. En dat ik het hierbij ook ga laten voor aflevering 35 terug. Ja, er schiet mij nu even niets weer te binnen wat nieuw is. En ja, nieuwe bezoekers ook wel meer weg. Leuk. Ja, dan gaan we maar afsluiten denk ik. Voor deze aflevering van Disneycraft. Lol en Disneycraft is weer terug. Dat is een feit. Want ja, met deze video wordt het bevestigd. Ik neem mijn lekkere frietjes weer aan. Zoals ik altijd rondloop in Disneycraft. Zo zou je me dus eigenlijk altijd tegenkomen met de frietjes in mijn handen. Ja, ik zou zeggen, hartelijk dank voor het kijken. Kijk moeilijk zeker terug naar een nieuwe video op mijn kanaal. Jullie weten dus nog wat te doen werkt. Maandag een video, dinsdag niet. Woensdag een video, donderdag niet. Vrijdag een video, zaterdag niet. En zondag een video. Het is nu 2-2. Wat wil dat zeggen? Ik doe de twee gaming video's. En Films doet random video. En op zondag doet hij Sony Vegas tutorials. Gaat ze uitleggen ook hoe je... nu heb ik al eentje binnengekregen. De basis gaat hij dus uitleggen. Hij gaat ook uitleggen hoe je van die random video's maakt. En dat ga je allemaal wel zien. Vragen moet je maar in de video's van de dingen stellen. Van de Vegas tutorials. Die zijn dus op zondag. Dat dan in de Akinator wegvalt. De website komt binnenkort terug online. Daar ga ik dadelijk weer of binnenkort terug aan doordoen. School is ook weer begonnen. En vandaar dat ik heb beslist vanaf nu, vandaag 7 september, samen terug met video's. Dus ik zie jullie allemaal zaterdag mee. Waarom komen we met die weekend naar? Ik zie allemaal woensdag terug. Bij random video aflevering 13 denk ik dat wel zitten. Die gaan nog heel erg goed moet ik zeggen. Funs doet echt goed zijn best voor random video's te maken. Oh, zijn ze soms kort. Kort maar goed, zo is het. Ik dank jullie nogmaals voor het kijken naar deze aflevering. Laat een blauw duimpje achter. En abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt
gedaan, want we hebben bijna 0,2k binnen en daar ben ik heel erg blij mee. Als we dit jaar nog kunnen halen, I don't know, ik hoop van wel. Dus tot volgende video. En dat is woensdag. Later!